Heel belangrijk dat we het MKB in de regio stimuleren, want er wonen nog altijd veel meer mensen buiten de Randstad dan in de Randstad. En ook voor die werkgelegenheid, voor die banen, is het MKB, wat 95% van het bedrijfsleven is in Nederland, heel belangrijk. Maar denk ook aan de leefbaarheid. De clubs, de sportclub, de voetbalclub, de handbalclub. Kijk maar eens om het veld heen. Welke reclameborden hangen daar? Dat is het MKB. Hoe houd je die ondernemers in de regio? Ik denk heel belangrijk, stap 1 is mobiliteit, de infrastructuur. Want anders gaan bedrijven al heel snel naar richting de grote steden. Dat willen we allemaal niet. En het tweede waar iedereen nu mee kant is de arbeidsmarkt. En dus we moeten ook kijken. Ik kom zelf uit Limburg, dat is een grensregio met België, Duitsland. Dat je ook met die landen samen kunt werken. Dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt. En ook voor die MKB-bedrijven. Ja, hij noemt dus ook, het is belangrijk dat de leefbaarheid goed is, dat de sportclubs open blijven. Is dat iets waar jullie als MKB Nederland ook op inzetten? Ja, absoluut. Natuurlijk sowieso door die ondernemers te helpen te blijven en te kunnen blijven ondernemen. We zijn op het moment ook weer een onderzoek, maar we zijn aan het kijken wat is nou de impact van MKB-ondernemers op de samenleving. Net al even aangegeven, bijvoorbeeld die sportclub, maar ook de culturele instelling of het evenement in de stad. Het zijn lokale, regionale ondernemers die daar aan bijdragen. En maken dat zo'n stad of dorp gewoon leefbaar is en leuk. Ja. Nou praat u ook nog regelmatig met de verschillende bewindspersonen. Wat wilt u dat zij voor u gaan regelen? Ja, kijk, ik denk op nummer 1 van de grote hobbels voor ondernemers staat toch altijd nog regeldruk. Ik weet niet of ik het hier al eerder heb gezegd en zo ja, dan val ik lekker in herhaling. Maar weet je, veel regels worden gemaakt om te voorkomen dat slechte mensen slechte dingen doen. Maar als die regels ervoor zorgen dat goede mensen geen goede dingen meer kunnen doen, zijn het slechte regels.